De 80 melkkoeien van Jan Oudman zijn nu weer rustig. Afgelopen weekend waren ze nog volledig in paniek. Het wachten is op de volgende aanval. Nou, als de koeien de geest krijgen of ja, zo onrustig worden, dan opeens dan gaan ze allemaal rennen alsof een afgesproken teken is. Ze steken de kop omhoog. Ze rennen eigenlijk allemaal één kant op. En er is iets waar ze bang voor zijn, doodsbang. En dat gebeurt op exact hetzelfde moment ook bij collega-melkveehouders. Zoals bij de 200 koeien van buurman Piet van den Berg. Ze breken de boel aan hem af en ze gaan natuurlijk allemaal in een hoek staan. En dan gaan ze allemaal staan douwen. En de voorste, ze douwen eigenlijk de voorste koeien allemaal klemmen. Dus dat gebeurt er in grote lijnen eigenlijk. Zoals zaterdagmorgen, afgelopen zaterdagmorgen was dat ook zo. En op hetzelfde moment is er ook bij de buren raak. Bij meerdere buren zelfs. Dus het is iets wat binnenkomt. Maar ja, hoe en wat, ik weet het niet. Maar ook al zijn de deuren dicht, het komt toch binnen. En dan kijken ze allemaal naar de lucht. En wat er gebeurt, weet ik niet precies. Of waar ze het vandaan halen, dat weet ik ook niet. Misschien komt het elders in de provincie ook voor. Of dat mensen dezelfde ervaringen hebben. En misschien ook een verklaring erbij. Want ja, komt het uit de grond, komt het uit de lucht? Je wilt graag weten waar het wegkomt, zodat je er mogelijk iets aan zou kunnen doen. De boeren blijven dus voorlopig op zoek naar een oplossing voor het mysterie. In de hoop dat ze binnenkort weer probleemloos kunnen melken.